ik had het lang geleden was er een moordzaak van een meisje. En die werd vermoord door haar vriend. En dat was in Limburg. En dat was de beruchte, maar lang geleden, al een jaar of 8 geleden, de pindakaasmoord. Die jongen die wilde trouwen, nee, wilde niet trouwen met haar. En het meisje wilde wel trouwen met haar. Dat liep niet zo lekker. En hij had maar één oplossing: ze moet dood. En toen heeft hij haar vergiftigd, want hij werkte bij een chemisch bedrijf. En zo slim dat niemand achterhaalde in eerste instantie wat de doodsoorzaak was. Mijn zoon is overleden. De politie erbij, onderzoek naar weken werd aangehouden. Daarna kwam de begrafenis, maar we hadden geen beeld van het meisje. We wilden toch een verhaal maken. Ik wilde zelf een verhaal maken. Ik dacht van, nou, hoe kom ik dan informatie? En toen zijn we naar het, ben ik wel naar de begrafenis gegaan op afstand. En toen werden er bidprentjes uitgedeeld. Ik ben naar het graf gegaan, er lagen nog in de buurt van mensen en die had ook een bidprentje. En uiteindelijk heb ik een bidprentje te pakken gekregen. Had een foto van haar. Achteraf vond ik het niet ziek, had ik het eigenlijk niet moeten doen. Maar ik had wel een foto van haar. En die heeft ook in de krant gestaan? Die heb ook in de krant gestaan. Wacht dan even tot die begrafenis afgelopen is, kun je nog zeggen van ik pak hem. Of ik denk, het is, had ook op een andere manier via de familie kunnen gaan. Alleen ja, we hadden toch zoiets van, je moet het toch zoeken. Op een of ander beeld wat in het openbaar op dat moment was. Want het was via verenigingen waar ze lid was het fotootje ook overal opgedoken. Ja, dan is het heel, maar ik zelf vond het voor mezelf niet zo netjes. Maar je kunt daar een discussie over voeren van ja, het verhaal werd wel opgehangen aan het meisje. En dan is het heel raar dat je niet weet hoe het meisje eruit ziet. En aan de andere kant dacht ik, ja, we hadden geprobeerd via de moeder en dan ga je zoeken. En dan uiteindelijk haal je het fotootje op die manier. Ja, achteraf kun je denken van, niet zo chic. Nee.